Op het schoolplein is het erg stil. Alleen deze twee kinderen zijn nog aan het spelen onder het toeziend oog van opa en oma. Ook binnen is het rustig. De klassen zijn leeg en stoelen zijn opgeruimd. In plaats van dat kinderen thuis zitten en niets doen, wil Miranda Verschuren hen in beweging krijgen. We doen eigenlijk alle werkdagen, dus alle schooldagen tussen 11:30 en 12:00 gaat Omroep Flevoland dit uitzenden. Via de website kunnen kinderen daar gelijk inloggen. Is het zo dat kinderen later het willen doen, dan kunnen ze het ook nog volgen op de Facebook, omdat we daar vanuit scholen de filmpjes gaan delen. Ja, en als dan andere scholen binnen Flevoland het op gaan pakken, ja, hoe meer kinderen in beweging zijn, hoe beter. En wat kunnen kinderen zien of volgen? Eigenlijk gaan ze gewoon mij volgen. Dat doen ze in de gymles ook. Daar geef je ze natuurlijk wel wat meer opdrachten. Nou, gymles is een beetje lastig omdat kinderen geen gymtoestellen thuis hebben. Dus is het idee ontstaan om eigenlijk te bewegen op muziek. Dus ik ga verschillende vormen van muziek doen. Gewoon choreografisch, simpele passen. Misschien wat uitdagende oefeningen. En kinderen volgen mij dan eigenlijk via beeld. En is het elke dag hetzelfde? Nee, ik ga echt wel proberen elke dag wat anders te bedenken en op film te zetten. Het is voor mij ook even wennen, omdat het eigenlijk heel snel is gegaan. Daarbij heb ik de lat voor mezelf wel een beetje laag gelegd. Het hoeft geen perfect filmpje te zijn, het hoeft geen perfecte beweging te zijn. Maar kinderen, ja, kom gewoon in beweging. Dus dat is de inzet eigenlijk. Van links naar rechts. Van links naar rechts. Hoe is dit idee ontstaan? We hadden eigenlijk maandag overleg gelijk om te kijken van nou, hoe gaan wij kinderen onderwijs aanbieden op afstand. Dat hebben we met het hele team gedaan. Daar komen allemaal ideeën naar boven. Hebben we uiteengegaan, gesproken over taal, rekenen, tafels oefenen, dicté, hoe gaan we dat aanpakken. En toen dacht ik ja, en hoe gaan we dat aanpakken met bewegen? En ja, zo is eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. Om te kijken, kunnen we via een social media kanaal bewegen voor kinderen aanbieden. Zodat de kinderen toch tijdens deze week ook in beweging blijven. En uiteindelijk kwam u terecht bij de Omroep Flevoland. Ja, uiteindelijk kwamen we daar terecht. Want we dachten, ja, hoe kunnen we meerdere mensen aanpakken? En ook niet alleen vanuit de golfslag zelf, maar eigenlijk alle scholen binnen SKO. En ja, dan heb je een grotere draagvlak nodig. En ja, Omroep Flevoland is daar eigenlijk gelijk ingestapt. En zodoende kunnen we daar een groter bereik pakken. Wat zijn de verwachtingen? Ik heb echt werkelijk geen idee. Gisteren toen we de opnames deden was echt wel heel grappig. Een collegaatje van de sportschool heeft me geholpen. En ik zei van nou, ik voel me hier fantastisch en ik voel hier een feestje. En ik hoop dat jullie aan de andere kant ook een feestje voelen. Maar ja, tot nu toe krijgen we wel helemaal positieve reacties. Dus dat is wel superleuk. Morgen gaan we er weer een feestje van maken. Andere muziek, andere passen, andere oefeningen. En zo gaan we lekker zorgen dat we in deze periode fit blijven. Hele fijne middag nog en tot morgen!